Yo mensen, Groove van DNPNL met vandaag een nieuwe video. En vandaag ben ik hier met een lekker sminkelvideootje. Ja hoor. Zoals je weet heb ik een tijdje geleden over WoW Duels gepraat. Het is een platform waar je kan spelen tegen andere mensen voor echte doekoe. Maar als je via de link, via deze beschrijving je registreert, krijg je 25 coins gratis, oftewel 2,50. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen tegen iemand, ik wil een potje FIFA doen voor een euro. Op het moment dat jij dan wint, krijg je die euro van diegene, wint hij, dan moet je die euro geven. Maar je kan dus gratis 2,50 krijgen als je registreert via de link in de beschrijving. Moet wel 18 plus zijn mensen. Onthoud dat, ik moet 18 plus zijn. Maar wat ik dus nu ga doen, ik ga wat platform zelf spelen tegen een van jullie. Ik ga het doen via mijn Instagram, want deze story heb ik net geplaatst. Yo mensen, ik heb net een potje gemaakt op de website WoW Duels. Swipe omhoog als je nog geen account daar hebt. En ik speel voor 1 euro tegen iemand, die moet wel 18 plus zijn. En accepteer mijn ding. Ik heet DNPNL. En dan kun je op je video tegen elkaar doen. Als je wint, krijg je een euro. Oh. Ho, wat lekker. En dan ga ik in de video zelf, in het potje zelf, ga ik een klein beetje uitleggen hoe het werkt. In ieder geval is het dus een soort, ja, een soort spanning. Dat voelde natuurlijk, kon je wel met van die trade offers doen op FIFA en zo, maar dat kan natuurlijk niet meer. Dus nu heb je een soort van dit. Nou, als je nou echt heel goed bent, ja, dan ben je echt over een jaar miljonair. Maar er zitten al best wel wat mensen op de website, maar nog niet genoeg, vind ik. Dus meld je zeker aan en ga lekker spelen. En vind je het nou leuk dat ik ook tegen subscribers ga spelen? Tenminste, ik neem aan dat de mensen die mij op Instagram volgen ook gesubscribed zijn. Denk ik. Laat dan zeker een like achter. Misschien ga ik wel een soort serie doen, want ik denk als het heel goed ontvangen wordt, dat er ook wel gedacht wordt van, nou Koen, laten we dit misschien vaker doen. Laten we het misschien vaker doen. Dat lijkt mij in ieder geval wel lachen. En doe er zeker een duimpje omhoog dan. 4000 likes zou helemaal top zijn. Abonneer mijn kanaal, kan hier beneden. En laten we dan maar ons, ja, even gaan loeren. Zoals jullie dit zien, is waarschijnlijk morgen de VIDAWARD. En ik denk dat we gaan verliezen. Weliswaar van een valsspelend groepje, maar ik denk dat we gaan verliezen. Ik denk dat jullie allemaal wel gestemd hebben, maar al maar één keer. En volgens mij hebben die fangirls van dat enge groepje, hebben zij echt 100 keer gestemd per persoon. En dan ben je gewoon kansloos. Maar ook al verliezen we, en ik weet niet, misschien kan deze video zaterdag online, hebben we verloren, of misschien hebben we wel gewonnen. Ik ben trots op jullie. Ik wil je bedanken voor je steun en inzet. En als we verloren hebben, dan hebben we in ieder geval verloren van een valsspelend kut groepje. Maar maak voor de rest geen reet uit, mensen. We gaan op zoek naar de tegenstander. Let's go. Oké, mensen, we hebben dus een tegenstander. We hebben ook nog een andere tegenstander waar we misschien dan straks tegen gaan spelen, maar wat nu even niet gaat lukken, want ik heb nu een tegenstander. Zijn naam is Bram de Boer. Maar ik heb dus nog geen nummer 10. Dus gaan we daar maar even Griezmannetje neerzetten. We spelen hier dus voor een klote. Nee, daar spelen we niet voor. Voor een euro. Ja, een hele euro. Ja. Oké, ik ga Bram de Boer nu invite. Ik ga hem helemaal kapot maken. Oh, hij staat er natuurlijk niet bij, want dit spel is AIDS. Oh ja, dat was ik even vergeten. Ja, nee, hij zou er toch bij staan. Dat is echt ongekend. Ik heb ook zoveel vrienden. Waarom ben ik zo populair? Dat helpt ook niet mee in deze momenten. Moet ik helemaal FIFA afsluiten. Ik ben nu ook aan het chatten met Bram de Boer. Ik zeg even dat ik mijn FIFA af moet sluiten, want dit ja, FIFA een kutspel is. Oké, nou, ik ben hier nu. Het is inmiddels 2 uur later. Ah, dit is kut. Weg hiermee. Die vent is nu tussen. Godverdomme. Dit spel, jongen, echt hoofdpijn. Ja, daar is hij. Lekker. We hebben hem gewoon gevonden. Oh mijn god. Je kan op de site ook aangeven in welke divisie je zit. Dus voor iemand geeft aan dat hij in divisie 1 zit en jij zit in divisie 6. Misschien niet handig om tegen hem te gaan spelen. Dit is ook zwaar illegaal om te zeggen in welke. Kijk, ik wilde eigenlijk divisie 1 doen. Ja, dat is natuurlijk mijn niveau. Maar ik zit in divisie 3. Dus ik heb maar divisie 3 gedaan. Maar eigenlijk had ik gewoon niveau 1 moeten doen. Nou, even kijken of Bram de Boer komt. Ik heb iemand anders die ook wilde spelen, maar die was te laat. Ja, helaas was te laat. Hij zegt, maakt niet uit. Ik had je toch keihard vernederd. Het was niet echt leuk geweest. Oké, zijn we tegen Bram 11. Nou, leuk. Leuke naam. Goeie naam. Nou, tijd om iemand helemaal kapot te maken. Als ik hem niet kapot maak, ja, sta ik toch voor lul en ben ik mijn euro kwijt. Nee! Ja, daar gaan we dan. Hij heeft dit team. Oh, hij heeft gewoon best een aardig team. Oké. Butragueño CDM. Prima. Hij heeft, die Spanjaard op linksback. Grivaldo of zo. Grimaldo. Iets in die richting. Trouwens, mensen, ik zet het aan mijn haar. Ik heb mijn haar niet gedaan. Zo ziet mijn haar dus eigenlijk niet gedaan. Nou, echt weinig verschil eigenlijk met dit echt. Hij stuurt succes. Ik stuur succes terug. Ik zeg succes. Grapje, geen succes. Ik ga winnen. Oké, let's go. Daar gaan we dan. Nou, succes, Bram. Ik hoop het allemaal goed gaat. Ik heb al best wel een tijdje geen FIFA meer gespeeld. Ja, ik heb dus ook een tijdje geen wiegelie gedaan, zoals jullie weten. Maar dat maakt natuurlijk geen reet uit. Want, oh, de hakjes zijn er gewoon nog steeds. Tuurlijk. Nee, maar het ding is een beetje in het platform. Het is gewoon oprecht leuk. Alleen, ik denk wel, ik moet natuurlijk 18 zijn, maar heb ik nog meerdere keren gezegd. Oh. Oeh. Maar het wordt zeg maar leuker hoe meer mensen erop gaan spelen. Want dan kan je ook constant matches spelen en zo. Want nu is het voor mij nog best lastig om een match te vinden. Aangezien nog niet zo heel veel mensen het gebruiken. Wel aardig wat, maar niet heel veel. Maar ik had natuurlijk snel een match voor. Maar ja, ik had natuurlijk wel lekker Insta-post gedaan. Wil je nou ook binnenkort een potje tegen mij spelen? Ja, volg me dan even op Insta, want daar laat ik het op zien. Want ik ga het, zeg maar, als jullie dit leuk vinden, kan ik het best vaker gaan doen. Of een soort challenge gaan doen, dat ik van 0 naar 1 miljoen euro ga. Nou, dat gaat het helemaal goed komen natuurlijk. Hé, wat is dit voor onzin? Waarom sta ik niet 1-0 voor? Hallo? Kijk mensen, normaal ben ik natuurlijk altijd aan het kutten, maar nu ben ik rete serieus. Ik ben echt serieus nu. Oh, ja, goed. Nee! Nee, oh. Daar ging ik bijna, zo bijna 1-0 achter, ongekend. Oeh, rent hard. En mensen, als je dus de code gebruikt, die nu hieronder staat, of het linkje, dan krijg je dus 25 van die coins. En dat is dus 2,50. Dan kan je dus eerst gewoon even gaan kijken. Je kan een match aanmaken met 5 van die coins. En dat is dan 50 cent. Alleen, dat is dus gratis. Dus je hoeft niet meteen geld erop te storten. Zeg maar, ja, ik weet dat Nederlanders ook gierig zijn. Als je dan echt heel goed bent of het echt heel leuk vindt, dan kan het wel. Ja, wat een bal.
Voorzetje. Met de Rabona, natuurlijk. Ah, dat was een voorzet, jongen. Echt. Oh, Vieira, tuurlijk. En voor de mensen die afvragen, ja, hoe win je dan? Of, zeg maar, ja, kijk, op het moment dat je gewonnen hebt, dan kan je op de knop drukken, ik heb gewonnen. Als je verloren hebt, moet je op de knop drukken, ik heb verloren. Kijk, dan zijn er natuurlijk mensen die denken van, ah, dan ga ik altijd drukken, ik heb gewonnen. Dan krijg ik gratis geld, dan word ik miljonair. Ja. Hou even op. Hou even op. Dit is toch niet normaal? Triest. Dit is triest. Het kan dus ook op andere spelen van FIFA. Als je denkt van, ik ben helemaal klaar met FIFA, kan je ook lekker een ander spel doen, zoals Rocket League of zo. Ik kan me niet voorstellen dat iemand dat nog speelt, maar voor mij wordt het nog best wel gespeeld, Rocket League. Oh! Kijk, je kan zeggen wat je wil. Hij staat misschien voor, maar ik heb hem wel daar redelijk het bos in gestuurd. Tuurlijk. Echt, als het niet meer groen is, dan krijg je echt dit soort ballen. Het is echt ongekend. Wat ik wil zeggen, je kan dus ook invullen, ja, ik heb gewonnen. Maar wat het dan is, dan moet je zeg maar proof sturen. Dus je moet eigenlijk, nadat je een potje hebt gespeeld, moet je even een fotootje maken. Want dan kan je dat even zo laten zien van, ja, ik heb eigenlijk echt gewonnen. En op het moment dat iemand dus aan het liegen is, keihard aan het liegen, een keiharde Pinocchio is aan het worden. Dan krijgt hij zeg maar lagere sterren. Want je kan, aan het eind kan je opponent kan je sterren geven. En nou ja, Bram de Boer ga ik zeker 1 ster geven. Nee, dat is niet waar. Bram de Boer ga ik zeker 5 sterren geven. Ja! Oh! Kutzooi. En dan, zeg maar, kijk, op het moment dat iemand maar 1 ster heeft, dan weet je van, oké, hier wil ik niet tegen spelen, want ja, hij is een vuile Pinocchio. Ronaldo, goed jongen. Boom. Tuurlijk, geen enkel probleem. Geen enkel probleem. Kleine dab. Kleine dab natuurlijk. Lekker zeg. Cristiano Ronaldo. Oeh, Bram is nu tilt. Oeh, hij is tilt. Daar gaat ze euro. Yes. Oké, kom op. Daar gaan we. Oh mijn god, zat die voorzet. Yes, is it! What the fuck? Oh, deze goal. Ik zag even die voorzet. Wat een geweldige volley. Wat een wereldgoal. Oeh, daar ging wel weer bijna. Bram de Boer, zweethandjes. Oeh. Shit, mijn batterijniveau is laag. Echt, die voorzet net van Mbappé, daar krijg ik dus echt een hele harde dop van. En dat vind ik dus leuk aan FIFA, zulke ballen kan geven. Daar doe je toch voor, mens? Oh, gaan we de voorzet? Oké. Maar ja, dat staat natuurlijk Van Dijk. Ik ga vandaag dus mensen naar, want voor mij is het vandaag donderdag. Voor jullie waarschijnlijk vrijdag, zaterdag. Ik ga vandaag dus naar Nederland en Rusland. En ik ben benieuwd hoe Van Dijk het daar gaat doen. Waarschijnlijk tering goed, want hij is vrij goed. Bram de Boer zich ook. Wat een nep spel. Oi. En dan vraag ik me af, hoezo nep? Het was een wereldgoal. Het was een absolute wereldgoal. Hij zegt al, gaat er nergens over grap. Ik zo alleen terug. Wereldgoal. Wereldgoal. Kijk, hij heeft op zich wel een punt. Maar maakt niet uit. Ik moet hem tilt, maar ik moet winnen. Trouwens, even een belangrijk iets. Je mag dus niet achterin rondspelen. Time wasting is niet toegestaan. En als je langer dan 5 minuten achter elkaar, zeg maar, of ja, in ieder geval 18 rond speelt, dan wint die ander. Als die ander dus filmt. Nee. Trap hem dood. Oh. Dat is niet kindvriendelijk, sorry. Kut. Naar de andere hoek. Nee. Nee! Oh, hij ging in de korte hoek. Oh, ik had in de verre ging. Kutzooi. 2-2. Oké, wel spannend potje. Haha, sukkel. Omdat ik het liep met me. Ik bedoel, dat is echt onaardig. What the fuck? Pest, ik ga straks... Oh, heel boos worden. Neerhalen. Oh, nee. Oh mijn god. Hij zit ook de hele tijd berichten te sturen via dat platform. Hij zit nu knulphoofd. Oké. Nu is het tijd om serieus te spelen. Ja, die staat vrij. Oh, Ronaldo, jongen. Maar ja, nu krijgen we een eerste paalcorner. Dus rip mijn tegenstander, want dit is een doelpunt. Oh, Ronaldo staat er niet eens. Wat is dit? Butragueño kopt die bal weg? Nou ja. Oh, Griezmann, jongen. Oh, jongens. Ik kom hier echt absoluut niet goed weg. Ronaldo, goede bal. Geen buitenspel. Boom, 3-3. Tuurlijk, Mbappé, tuurlijk. Yes. Love it. Nee. Kom ik eigenlijk akelig goed weg hier. Oh, hij wisselt. Oh, oké. Nee. Oeh. Hij denkt Tevez erin. Nou, dus, zal wel de flashback Tevez zijn, gok ik. Oké, pas nou op. Pas nou op voor die corners. Oh. Oh. Dit is precies waar ik wel bang voor was. Maar ja, mijn keeper deed het goed. Ja. Ja. Tuurlijk. 84e minuut. Heerlijk zeg. Oh, hij zit helemaal pauze. Hij gaat rage quitten, denk ik. Hij is er klaar mee. Nee, oké. Maar nu ga ik wel wisselen. Maar ja, nu sta ik voor. Alles achterin. Park de bus. Nee, tuurlijk niet. Trouwens, mensen, zal ik lief gaan doen. En hem de win geven. Dan krijgt hij wel mijn euro. Maar dan geef ik hem wel de win. Omdat hij het lief gedaan heeft. Dat is eigenlijk wel een goed plan. Want hij heeft wel goed tegenstand geboden. Dan moet ik het wel even zeggen tegen hem. Anders geeft hij mij straks de win. En ik hem. En dat is helemaal raar. Nee. Nee. Haal hem neer. Nee. Oh. Scheidsie, fluit hem. Scheidsie. Scheidsie, ik heb gewonnen. Ik win ze maar eens een potje. Yes. Hallo, scheids. Het is een minuut over voorbij al. Scheids. Ja, krijg even de tyfus of zo. We zijn anderhalve minuut over de tijd. Nee, kom weg. Oh. Hallo, scheids. 2 minuten. 2. Ah, tief op. Oh mijn god, ging er nog bijna in ook.
Ik was echt boos, hè? Ik was echt boos. We hebben gewonnen. Yes! Met het eerste potje via Woduels heb ik gewonnen. Maar ik ga Bram de Boer de win geven. Zodat Bram de Boer meer kan spelen. Oké. My opponent won heb ik geklikt. Do you confirm you lost this bet? Yes, I confirm. Bram, ik wil jou bedanken voor het spelen. Ik heb je de win gegeven. Je hebt nu 10 extra WOD-coins. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Nogmaals, Bram. Hartstikke bedankt, maatje. Voor het spelen tegen mij. Ondanks dat ik natuurlijk, ja, eigenlijk onverslaanbaar ben. Ik ben echt fucking goed. Wil je nou meer van dit zien? Lijkt het je nou leuk om ook tegen mij te spelen? Volg me dan sowieso op Instagram. En vind je dit nou leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. Vier likes helemaal top zijn. Wil je meer van dit zien? Kan. Klik hier of hier. Wil je me abonneren? Dat kan ook. Klik dan hier op dat lekkere bolletje. Wat een lekker bolletje. En zie ik jullie bij de volgende video. Like vooral met de volgende keer. Doei. Later.